De vijfde COVID-19-golf in Suriname is een feit. Dit zegt gezondheidsminister Ummer Ramadien. De bewindsman geeft aan dat het aantal besmettingen schrikbarend is en daarmee gesteld kan worden dat we in de vijfde golf beland zijn. De minister benadrukt dat delen van de gemeenschap zich niet aan de maatregelen hebben gehouden. We proberen, ik kan die frustratie best begrijpen van mensen. Kijk, het is zo dat we allemaal hebben gefeest. We hebben allemaal het op ons genomen om te gaan feesten. En uiteraard, ja, in dagen, wat er tussen 7 en 10 dagen, dat we nu allemaal merken dat mensen klachten hebben. En je verwacht eigenlijk dan als persoon dat alle systemen in place zijn. Maar ik vraag geduld, want je ziet zelf wat de toeloop is. Het is niet iets, een situatie wat wij hadden gewenst en waarop iedereen had gewacht. Ja. We wilden het liefst hebben dat het rustig zou verlopen, dat we lang buiten golf zouden kunnen blijven. Maar we moeten die verantwoordelijkheid ook op ons nemen. Ik vind feesten, ik ga nu naar onze shoplocatie, ik zie dat een pressie druk in een wrak. Want er zijn zoveel mensen die hebben gefeest. Dus nogmaals, ik wil een beroep doen op de mensen om niet te geïrriteerd te raken. We zijn ook maar mens, ook de mensen bij het BOG die wilden een rustige jaarwisseling hebben. Hebben we jammer genoeg dat niet kunnen hebben. Maar dat komt ook mede door een groep mensen in het land die het negeert, die eigenlijk het presidentieel besluit gewoon genegeerd heeft. Ramadien zegt dat mensen die zijn gaan feesten en nu ziek zijn door het virus de consequenties moeten aanvaarden. Vanwege de ontstaande situatie bestaat de mogelijkheid dat de zorgsector weer onder druk zal komen te staan. Wat we ook verwachten, kijk, zorgwerkers zijn ook mensen. Hè? Dus de mensen hebben ook hun vrijheid en hun recht op ontspanning. Dus ik verwacht en we verwachten dat ook in de zorgsector ook uitvallers zullen zijn. Hè? Maar we hebben in alle golven gezien dat er heel veel besmettingen ook waren onder zorgpersoneel. Dus het geluk is en het mooie, het goede nieuws is eigenlijk dat wat ik net zei, dat wij merken dat er minder opnames zijn. Dus ja. De stijging in opnames is niet in lijn met de stijging in het aantal infecties. Ramadien accentueert dat voor gevaccineerden de klachten milder zullen zijn. Hij adviseert de samenleving om niet in paniek te raken en zich te laten vaccineren. Ramadien zegt dat het te vroeg is om te praten over een totale lockdown. Maar die maatregel is zeker niet uitgesloten. Aan de hand van de ontwikkelingen zullen de maatregelen weer bekeken worden.